Het is aanschuiven aan de Slachthuislaan, de hele dag door. Ook Marlies komt geen meter vooruit. Normaal gezien rijd ik 3 kwartier tot 50 minuten naar mijn werk. En nu is dat toch wel opgelopen tot een dik 1,5 uur. En gisteren heb ik er zelfs 2 uur over gedaan. Dus dat is enorm frustrerend. Sinds een goede week geleden geldt daar een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Dat betekent dat de verschillende verkeersstromen niet tegelijkertijd hun beweging kunnen maken om het kruispunt, dat bekend stond als een zeer gevaarlijk kruispunt, veiliger te maken, om conflicten te vermijden. Dat betekent ook dat de verschillende bewegingen een kortere groentijd krijgen, waardoor we dus nu merken dat er heel wat files ontstaan. Bovendien zorgen de werken aan de Bredabaan voor extra verkeersdruk hier. Die werken zouden in december achter de rug zijn. Al is het onduidelijk of ook de verkeerslichten opnieuw ingesteld zullen worden. Het is zo dat wij nog volop bezig zijn om de stand van zaken te maken, om het systeem te bekijken van wat loopt er mis. We proberen te zoeken naar oplossingen om toch nog bij te sturen. Dus we zijn ermee bezig, maar op dit moment kan ik nog niet zeggen welke ingrepen er mogelijk zijn. We onderzoeken ze. Marlies vindt zo'n antwoord te mager. Ik kan begrijpen dat het probleem van de ongevallen hier opgelost moet raken, maar dit is echt absoluut geen oplossing, want ik denk dat dit enkel de verkeersagressie gaat doen toenemen. Wat dan ook wel eens tot fysieke schade zou kunnen leiden. Dus misschien om gewoon de gemoederen te bedaren, zoek iets anders, alsjeblieft. En aan de mensen zou ik gewoon willen vragen, ga naar de site en vult allemaal een invulformulier in. En dat kan door gewoon op Google Vlaams Gewest in te geven, kom je op de site terecht. En dan zou je blijkbaar inderdaad toegang krijgen tot een formulier dat dan ingevuld kan worden en doorgestuurd worden. Je kan er niet naast kijken. Als u kontig in- of uitrijdt, dan ziet u ze, de mobiele camera's. Na eerder protest over de verkeerscirculatie laat de gemeente nu een mobiliteitsstudie uitvoeren. De camera's zijn geïnstalleerd op de in- en uitvalswegen van de gemeente. En die registreren de nummerplaat van de auto dat daar passeert. En op die manier gaan we de verkeersstromen vaststellen van hoeveel verkeer op welke straat zit en welke weg dat de auto's door onze gemeente vormen. Woensdag zijn de camera's weer weg en dan worden de gegevens verwerkt. En volgend jaar zal de gemeente beslissen of ze het verkeer anders zal laten rijden door Kontig. Ja, er gaat een heel communicatie- en inspraaktraject met de burgers uiteraard, maar ook met de lijn en de hulpdiensten opgezet worden. Maar effectieve inwerkingtreding van een nieuw verkeerscirculatieplan zal normaal gezien in mei of juni 2014 te zien zijn.